Vandaag gaat het over Evert van Lingen, de ontwerper van het nieuwe Groningse voetbalstadion. Niet van het stadion dat straks in het Europapark wordt gebouwd, maar van het Esserbergstadion van 1921. Het bijzondere is dat Evert van Lingen het niet alleen ontwierp, maar er zelf ook ging voetballen. Evert van Lingen werd op 19 november 1895 in Veendam geboren. Op zijn 15e werd hij wees en kwam naar Groningen. Na de middelbare school ging hij op Academie Minerva studeren voor bouwkundig tekenaar. Van Lingen voetbalde eerst bij Forward, maar stapte in 1915 over naar Bikwik. Evert van Lingen was een talentrijk voetballer. Hij speelde stopperspil, een wat vooruitgeschoven centrale verdediger. Van Lingen was in die tijd niet de enige goede voetballer bij Bikwik. Door de Eerste Wereldoorlog stagneerde de bouw en op de opgespoten bouwterreinen werd volop gevoetbald. Veel van Van Lingens teamgenoten leerden daar voetballen. Hoewel Evert van Lingen zijn opleiding in Amsterdam voortzette en er ook tijdelijk ging wonen, bleef hij bij Bikwik voetballen. Hij ging in het seizoen 1919-1920 gewoon in de weekends vanuit Amsterdam even naar Groningen om te voetballen. Bikwik werd jaar in jaar uit noordelijk kampioen. Dus mochten aanvoerder Van Lingen en zijn teamgenoten met de kampioenen van de andere regio's strijden om het landskampioenschap. In 1920 bleek Bikwik de sterkste. Op 6 juni van dat jaar versloeg de club het Rotterdamse VOC en werd Bikwik landskampioen. Het was de enige keer dat een Groningse club hierin slaagde. Bikwik voetbalde in Helpman tegenover Villa Gelria aan de Verlengde Herenweg. De gemeente Groningen wilde daar gaan bouwen en daarom moest de voetbalclub verhuizen. Groningen wilde het liefst een nieuw stadion in het Stadspark, maar Bikwik voetbalde liever op de hogere en drogere Hondsrug. Toen de gemeente niet opschoot met haar plannen voor het Stadspark, kocht Bikwik een terrein net over de gemeentegrens in Haren. Het nieuwe stadion werd ontworpen door Evert van Lingen. Het werd in een paar maanden tijd gebouwd. Aan de westzijde werden houten overdekte en onoverdekte zittribunes gebouwd, met daaronder kleedgelegenheden met elektrisch licht, warm en koud water en verdere geriefelijkheden. Op 28 september 1921 werd het stadion in gebruik genomen met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Bikwik en de Nürnberger Voetbalverein. Evert van Lingen was de eerste Groninger die in het Nederlands elftal speelde. Zijn debuut was op 24 augustus 1919 tegen Zweden. Zijn tweede interland had in 1921 Nederland-Zwitserland kunnen worden. Maar toen ging er iets mis. Naast Van Lingen was er maar één andere Bikwikker geselecteerd. Volgens de Groningers kwam dat doordat er geen noordelijke vertegenwoordiger in de Nederlandse elftalcommissie zat. Zij weigerden te spelen als dit niet veranderde. En zij speelden dus niet. Zo bleef Evert van Lingen tot 17 april 1922 buiten het Nederlands elftal. Uiteindelijk speelde hij wel 13 interlands en werd daarmee de Groningse record international van zijn tijd. Ja! 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 Oh!
Ook binnen zijn club kreeg Evert van Lingen een conflict. Dat was in het najaar van 1926. Van Lingen en drie van zijn medespelers waren het niet eens met de benoeming van een nieuw bestuurslid toen de voorzitter zijn functie had neergelegd vanwege de verziekte sfeer in de club. De vier voetballers weigerden nog verder voor Bikwik te spelen. Sommige bestuursleden waren blij van de vier kankeraars verlost te zijn, maar de club bleek toch niet zonder hem te kunnen, want de gouden periode van Bikwik was definitief voorbij. Evert van Lingen zijn voetbalcarrière zat erop en hij deed daarna alleen nog van zich spreken als architect. Hij had zijn architectenbureau op de hoek van de Turf Singel en de W.A. Scholtenstraat in het door hem zelf ontworpen pand. Hij was lid van de Groninger kunstkring De Ploeg en de ploegers Job Hansen en Wobbe Alkema werkten tijdelijk bij hem. In 1927 deed Van Lingen mee met een prijsvraag voor nieuwe gebouwen van de Volkenbond in Genève, de voorloper van de VN. Zijn ontwerp werd niet uitgevoerd, maar viel wel in de prijzen. Na een aantal jaren kwam Evert van Lingen terug op het oude nest. Hij werd bestuurslid van Bikwik en toen de houten tribune in 1933 afbrandde, bouwde hij deze nieuwe tribune van steen. Omdat Evert van Lingen op 6 december 1964 overleed, kan hij niet het nieuwe FC Groningen stadion ontwerpen. Tja, en zelfs dit Esserbergstadion lijkt zijn langste tijd te hebben gehad, omdat hier misschien de nieuwe zuidelijke ringweg komt.